Adoptieouders en kandidaat-adoptieouders zijn verontwaardigd over de manier waarop CD&V-senator Els Schelfhout een weesjongetje uit Congo wil adopteren. Na een parlementaire missie in Congo haalde zij het jongetje naar België en nu wil ze de adoptie regelen. Adoptieverenigingen verwijten de senator dat ze de normale procedure omzeilt en de wet met voeten treedt. Stijn Verkruijsen. In het nieuwsblad van afgelopen weekend vertelt Els Schelfhout honderdduit over Kadetje of Emile, hoe ze op een missie in Congo vertederd raakte door het Congolese weeskindje, hoe ze het wilde helpen en het vervolgens naar België haalde. De adoptie regelt ze nu. En dat heeft vele adoptieouders kwaad gemaakt, want zij moeten een jarenlange procedure doorlopen. Die procedure is er met maatschappelijk werksters en psychologen die kijken of dat jij geschikt bent. En mevrouw beslist hier gewoon op eigen houtje dat zij wel of niet geschikt is. Plus het kanaalonderzoek, dus in Afrika, of dat wel een juist kanaal is, een eerlijk kanaal is om dat kindje naar hier te krijgen. Dat is ook niet onderzocht geweest. Dat is niet de gewone gang van zaken. Als men internationaal wil adopteren, dan moet men een aanvraag indienen bij ons. Moet men een voorbereiding volgen, een geschiktheidsvonnis bekomen. Vooraleer dat men enige stap ginder neemt, kan men ook niet zomaar een kind kiezen. Kan men zeker ook niet dat kind naar hier halen voordat alles is goedgekeurd en alles is onderzocht is. Maar ik heb weinig zicht op de omstandigheden waarop dat dit allemaal tot stand is gekomen. En die omstandigheden zijn bijzonder, zegt Schelfhout. Ze heeft het kind naar hier gehaald met een speciaal humanitair visum. En dat is het omzeilen van de procedure, zeggen de adoptieouders. Wat toch wel heel duidelijk moet zijn, is dat wij geen achterpoorten zoeken, geen wet proberen omzeilen. Dat absoluut niet. Wij hebben het enige mogelijke gedaan dat zich in deze situatie opdrong. Als iedereen op eigen houtje zijn eigen procedure gaat bewandelen, dan wordt het een chaos en dan steken de instellingen hier stampen vol met kinderen die hier eigenlijk niet via de juiste kinderwens tot bij ons zijn gekomen. Wellicht zal een jeugdrechter nu moeten beslissen wat het beste is voor het kind. Kind en gezin hoopt dat dit andere adoptieouders niet op ideeën brengt.